Er zijn wat mensen die worden achtervolgd. Die hebben geen rust. Misschien zijn ze ten diepste boos op God. Omdat hij iets gedaan heeft. Iets kostbaars, iets dierbaars van je weg hebt genomen. En dat je diep in je hart boos bent op God. En dat je wel in de kerk zit. Maar het is een masker. Een masker waar je je achter verbergt. Maar ik roep u vanmorgen op voordat we naar huis toe gaan. Ik nodig u uit om aan Christus' voeten al uw zonden te belijden. En ik verkondig u de belofte van het evangelie. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wat is dat eeuwige leven? Dat is dat water, dat levende water. Dat is geen dood water, geen stinkend water, geen stilstaand water. Maar het wordt in je wat heel je leven gaat beheersen. Wat je leven vernieuwt. Je gaat anders denken, je gaat anders kijken naar jezelf. Je gaat anders kijken naar de wereld. Alles wordt anders, het wordt in je tot een fontein. En die springt tot in het eeuwige leven. Iets te smaken van morgen, van het eeuwige leven. Dat tijdelijke water, daar moet je elke keer weer van drinken, want anders sterf je van de dorst. Maar lieve vrienden, als je van Christus gedronken hebt, dat hij zich vergelijkt met het levende water. Als je hem hebt mogen indrinken als een beker koud water. Dat Christus in je hart komt wonen en dat je een nieuw leven ontvangt. Nieuw gaat denken, nieuw gaat leven. Dat je zegt, eertijds was ik dood, maar nu leef ik, want ik heb Christus gezien. Natuurlijk, het gaat nog een stapje verder bij deze vrouw, want het begint wel te gloren. Maar altijd gaat het volle licht nog niet direct op in je hart. Hè? Ik heb het niet zo erg op allemaal weggetjes en zo. Maar er is natuurlijk wel een weg tot het eeuwige leven. Jazeker. God gebruikt dit ook in het leven van deze vrouw. Om zijn zoon aan deze vrouw te openbaren, bekend te maken. Omdat ze straks naar huis gaat. En ze vergeet helemaal haar kruikje water. Gek is dat, hè? Dan heb je ineens zijn heel veel dingen niet meer belangrijk. Dan is er nog maar één ding belangrijk. Ze hebben het leven gevonden. U ook? Heb je ook het leven gevonden? Is het ook in jou geworden dat je moet zeggen, eertijds was ik vol van die wereld en vol op een godsdienstige manier van alles van deze wereld eten en drinken en vrolijk zijn. Maar toen dat water kwam, toen ik Christus heb ingedronken met de mond van het geloof, toen veranderde alles. Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Want ik heb Christus gevonden wiens eigen ik ben. Dat je voor het eerst in je leven rust gevonden hebt, rust bij Christus. Dat de donder en de vloek van Mozes je niet langer meer achtervolgt. Maar dat je mag weten, door de Heilige Geest, ik heb vrede gevonden met God. En wie hiervan gedronken heeft, van dit water, wie van Christus gedronken heeft, die is bedorven voor de wereld. Maar, vanavond daar wat meer over, die is ook bevrijd. Gods kinderen zijn bevrijd, want ze gaat straks naar Sichem. Als een vrouw die bevrijd is, ze schaamde zich vroeger voor iedereen. De ogen priemden in haar rug en ze zeiden, kijk, daar gaat die slechterik. Daar gaat die hoer. Heb je het gehoord wat ze gedaan heeft? Maar toen ze van dat water gedronken had, toen leek het wel of alle vrees van haar afviel. Toen had ze niks meer te verliezen. Niks meer hoog te houden. U toch ook niet. Niks meer hoog te houden.
Want hij kent mij en hij doorgrondt mij. Hij weet mijn zitten en mijn opstaan en hij weet van verre mijn gedachten. En hij heeft me niet weggetrapt. Hij heeft me niet in de kliko gegooid. Hij heeft me niet afgeschreven. Maar hij heeft gezegd, ik ben jouw Christus. Amen.